Ja, zoals u weet hebben voor de oorlog hier diverse Joden gewoond in Monnikendam. En die zijn niet teruggekeerd na de oorlog. En er is nu door het herdenkingscomité een initiatief getoond om daar weer wat meer aandacht voor te schenken. En ik sta hier met Johan Hilarides van het herdenkingscomité. Ja, wat gaat er gebeuren? Ja, Patty, op 29 februari gaan wij 16 struikelsteentjes, stolpersteinen, in Monnikendam leggen. En wat zijn dat, ja? Ja, ja. Dat is een initiatief van een Duitse kunstenaar. En hij is op het idee gekomen om steentjes neer te leggen, messingsteentjes, met daarop wat gegevens over de mensen die hier hebben gewoond. Met de bedoeling dat we hen blijvend herinneren. Want zijn idee is, een mens is pas vergeten als we zijn of haar naam zijn vergeten. En die steentjes die zijn van messing gemaakt. En wat komt erop te staan? Ja, op die steentjes daar komt de naam van de persoon te staan. Daar komt zijn geboortedatum op te staan. De datum wanneer die is afgevoerd. De datum wanneer hij of zij is overleden. En ook de plaats waar. Ja, oké. Okay. En om hoeveel steentjes gaat het hier in Monnikendam? In Monnikendam gaan we 16 steentjes leggen. En ik zei zojuist, het is voor de mensen die niet meer terug zijn gekomen. Kleine nuance, van de 16 Joodse mensen zijn er twee wel teruggekomen. Twee hebben de oorlog overleefd. En dat zijn Manuel Leeuw, voor sommigen vast nog wel bekend. En mevrouw Vrouwtje Abrahams Dal. Ja. En we staan hier nu op de Fluwelen Burgwal. Ja. En is dit een van de huizen waar zo'n steentje komt? Ja, dit is een van de huizen. Hier heeft de familie Cohen gewoond. En het leek ons leuk als introductie voor iedereen in Monnikendam, als een soort promo, om het rondje nu alvast te lopen. Dat mensen een idee hebben waar de struikelsteentjes komen te liggen. En het kan dus heel wel zijn dat per huis meer dan één steentje worden gelegd. Hè? Want het gaat over het aantal mensen dat er wonen. Ja, Johan, we staan nu op de Nissenoordburgwal, hè? Ja, dit is Nissenoordburgwal nummer 1. Het tweede huis in onze route van vanmiddag. En in het huis hier achter ons, daar heeft destijds familie Abrahams gewoond. Ja. Oké, okay, en we gaan dus zometeen 6 adressen langs, maar het gaat om 16 personen in totaal. Correct, ja. 16 mensen en nou, de naam heb ik zojuist genoemd. En we lopen ze allemaal even langs. Ja, precies. Nou, dan gaan we weer verder. Oké, okay, prima. Ja, we staan hier alweer voor het volgende adres, hier op het Noordeinde. Wie heeft hier gewoond? Ja, op Noordeinde nummer 108 heeft ook familie Abrahams gewoond. En dit is het derde huis in onze tocht. Ja, nog even over die steentjes, hè? Want het heette struikelsteentjes, oftewel stolpersteinen op z'n Duits. Ja. Waarom heet dat zo? Ja, de kunstenaar die heeft gedacht, het moeten steentjes zijn waar je als het ware over struikelt. En dan in de overdrachtelijke zin. Hè? Dus je moet er met je hart en met je hoofd als het ware over struikelen. De bedoeling is dat we de Joodse inwoners blijvend herinneren en dat we dat op een respectvolle manier doen. En ook die steentjes zijn vrij klein. En dus dat betekent ook dat de tekst vrij klein is. En wil je het lezen, ja, dan moet je even vooroverbuigen. Nou, vooroverbuigen, dat is vaak ook al een teken van respect. En ja, dan kun je de tekst lezen. En zoals hij dat op zijn eigen wijze verwoordde. Om den Stein lezen te kunnen, moest man dem Opfer verbeugen. Dus je moet gaan buigen. Nou, mooi, ja, hè? Mooie gedachte. Ja, absoluut. Ja. Nou, inmiddels zijn we doorgewandeld en zijn we nu hier op de Ouderzijds Burgwal. En we staan hier voor nummer 44. En wie hebben hier gewoond? Familie Leeuw heeft hier gewoond. En er is mij verteld dat hij vroeger een manufacturenwinkel heeft gehad op het Noordeinde. Ja. Ja, het neerleggen van deze steentjes, is dat een initiatief van het herdenkingscomité? Ja, het herdenkingscomité heeft het initiatief genomen. Maar ja, je kunt het allemaal niet alleen. De gemeente heeft op diverse fronten medewerking verleend. En natuurlijk sponsoren. En er zijn een aantal sponsoren, die wil ik toch wel even noemen. Ik vind het fijn dat je dat ook vraagt. Firma Leg uit den Roos, en met name Klaassen Roos, die heeft veel gedaan. Dan Vereniging Hulpbetoon, hier even verderop. Dan ook de Stichting Herbouw Zaagmolen De Vriendschap. En de stadsgidsen natuurlijk, de stadsgidsen van Vereniging Oud-Monnikendam. Zij hebben allemaal gesponsord. Ja.
alle huidige bewoners, die zijn wel op de hoogte van deze steentjes, toch? Ja, uiteraard. Ton Meijer, de initiatiefnemer en de gangmaker in dit project. Hij is langs alle bewoners gegaan en heeft toestemming gevraagd. En gelukkig heeft iedereen daarmee ingestemd. Ja. Dank daar ook voor. Okay. Nou mooi, we gaan weer naar het volgende adres. Ja, laten we dat maar doen. Ja. Nou, we staan hier inmiddels in de Tuinstraat. En wie hebben hier gewoond? In dit huis heeft ook een familie Cohen gewoond. Net als op de Fluwelenburgwal. Ja. Okay. Even nog terug naar die steentjes. Hè. Is dit nou echt iets wat alleen in Monnikendam plaatsvindt? Of in Nederland of in Duitsland? Nee, het is veel breder wellicht dan je denkt. Ik heb net nagezocht. Dit project wordt inmiddels in 18 landen uitgevoerd. Er schijnen zo'n 1700 steden en dorpen al aan mee te doen. En inmiddels liggen er door Europa verspreid zo'n 60.000 steentjes. Het herdenkingscomité Monnikendam is erop gekomen, want ze hebben met Vereniging Oud Monnikendam een paar jaar geleden een uitstapje gemaakt naar Harlingen. En daar zagen ze dat. En dat was het idee om dat hier ook te gaan doen. En al die stenen zijn door dezelfde kunstenaar gemaakt? Ja, maar het is inmiddels zoveel dat hij heeft hulp ingeroepen van een andere kunstenaar. Dus samen doen ze dat. En dat is allemaal handwerk. Ja. En daarom heeft het ook even geduurd. Want Ton Meijer die heeft de flink druk opgezet om die stenen hier eerder te krijgen. Maar omdat het zoveel handwerk is, heeft het even langer tijd in beslag genomen dan gewild. Maar gelukkig, ze zijn er en daar zijn we erg gelukkig mee. Ja, nou, inmiddels staan we hier op de hoek van de Kerkstraat Noordeinde en Zuideinde, of Middendam eigenlijk. Hè? En hier is het laatste adres, hè, wat we bezoeken. Ja, dit is ons laatste adres, Kerkstraat 66. En de familie Witmond heeft hier destijds gewoond. Ja, toen zag het gebouw er wel heel anders uit. Want ik weet nog hoe het eruit zag in de jaren 60, zeg maar. Ja, dat weet jij, ik niet. Nee. Okay. Ik ben in, wanneer was het? 1990 hier naar Monnikendam gekomen. Okay. Ja. Nou moet je maar eens kijken naar oude foto's, hoe dat eruit zag. Ja, 29 februari, dan worden de stenen geplaatst, hè, op alle adressen. Wat gaat er verder die dag gebeuren? Op 9 uur 's ochtends dan worden de stenen daadwerkelijk gelegd. En dat is ook niet een groot publiekelijk evenement of zo. Nee, de kunstenaar die gaat die 6 adressen langs en die plaatst die 16 stenen. Om 2:30 's middags, ja, dan is hier op deze plek een ceremonie. De stenen die voor dit gebouw komen te liggen, die worden onthuld door familieleden van de familie Witmond. Dus dat is wel heel bijzonder. En er zijn een aantal mensen die hier komen te spreken. De burgemeester onder andere. Er komt een Joods gebed. Denk ik interessant voor iedereen die kan en wil. Die kan hier naartoe komen om dat mee te maken. Maandag 29 februari om 2:30. Nou prima, dan hoop ik dat er veel mensen hiervoor interesse hebben en hier naartoe komen. Dat is een mooi stukje geschiedenis en een mooi stukje aandacht extra voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja, zo is het. En waar we mee zijn begonnen, we moeten herdenken. Want als we mensen niet meer, als we de namen niet meer kennen, ja, dan worden ze vergeten. En dat moeten we zien te voorkomen. Ja, helemaal mee eens, dankjewel. Oké, graag gedaan.